Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een hele leuke baggy muts haken. En ik zal hem even opdoen, dan kan je zien wat ik bedoel met baggy muts. Kijk, je zet hem op en dan steekt die muts een beetje langer uit dan dat jij een gewone muts haakt. En dan maakt het gewoon net iets, kijk, je duwt hem eigenlijk een beetje plat op je hoofd, zo. En dan maakt het een beetje baggy. En deze muts die is gehaakt, ja, ik zal dadelijk de link hieronder de film zetten van welke wol dat deze gehaakt is. Maar deze kan gewoon met alle soorten, alle wol die je in huis hebt en die je fijn vindt om te haken, kan je die maken. Vandaag gaan we de muts haken met de rode Royal. Ik zal een iets kleinere maken, zodat ik sneller klaar ben met de volgende toer. Kijk, ik heb hem ook al een beetje geoefend. En deze heb ik toevallig om een vaas heen gehaakt. Zie je? Dat je dus zo eventjes... En je hebt je vaas. En je hebt de muts eromheen. Maar ik leg ook heel netjes uit hoe je dus die bovenkant zo maakt. En dat je het ook weer mooi af kan sluiten. En ja, als je een beetje zo plat op je hoofd zet, dan valt deze muts ook echt heel leuk. Dus, we gaan beginnen met reliëfstokjes. En een bolletje Royal. En of je het hiermee haalt met één bol, dan zal ik hier onder de video zetten. En dan gaan we beginnen. Ik ga je even vertellen wat je nodig hebt om deze muts te haken. Ik heb het even opgezocht. Deze muts die heb ik gemaakt met de Julia garen. Dus als je nog met deze wol wil haken, dan is dit de Julia van de Zeeman. Maar ik heb nu dus de Royal uitgekozen, omdat ik er nog een ga maken. En ik wil even deze laten zien. Kijk, ja, die moet ik nog afmaken hoor. De bovenkant leg ik jullie straks uit. Dit is de Saskia. Dus als je zegt van, nou, ik vind dit een mooie relief... Deze stokjes komen mooi uit zo. Dan moet je de Saskia kopen. Maar ik begin nu met de Royal. Dus de crème kleurige heb ik gemaakt met de Julia. En daar heb ik nog dit klein stukje van over. Dus we moeten het gaan halen. En nu ga ik dus een rode muts maken met de Royal van de Zeeman. Normaal wordt deze gehaakt op haaknaald 4 tot 5 en ik vind het prettig om haaknaald 6 te gebruiken. Je hebt nodig nog een centimeter, want je gaat in het rond haken. Dus je meet je hoofdomtrek en die hoofdomtrek dat wordt je losse opzetketting en de steek is gewoon deelbaar, ja, door 2 of door 3. Het maakt niet echt uit hoe je uitkomt. Dus als je zorgt dat je een even aantal hebt, dan is het goed en dan zet je er nog 3 stokjes bovenop. Maar ik ga zo met jullie mee haken en dan meet ik even ook mijn eigen hoofdomtrek en dan zeg ik er meteen bij hoe ik het doe, zodat die muts niet te los zit en ook niet te strak zit. Je hebt nog nodig een stopnaaldje, een schaartje, ja, ik had nu even geen kleinere bij de hand, en een steekmarkeerder. En dan gaan we beginnen. Ik heb intussen mijn hoofdomtrek omgemeten, of opgemeten, zo moet ik het zeggen. Je pakt gewoon de omtrek van je hoofd. En ik zal het even kijken of ik het hier zo op het plaatje kan laten zien hoe je een hoofdomtrek meet. Een beetje raar, maar ik heb hier dus een plaatje voor me. En je meet gewoon om je, boven je wenkbrauwen. Daar meet je dus je hoofdomtrek en dan ga je gewoon helemaal rond. En ik kwam uit op, even kijken, 56 centimeter. Dus ik heb 56 centimeter gemeten. En nu gaan we een opzetketting maken. Ja, die gaat ook goed. Met deze wol van de Zeeman. Ik vind het ook wel leuk om rood te maken, omdat dadelijk tegen de kerstmis
is het ook wel weer leuk om met rood aan de slag te gaan. En ik vond de kleur gewoon mooi. En je kan natuurlijk ook de crème écru kleurige muts maken. Maar je gaat nu dus een opzetketting maken en dan doe je elke keer 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. En het maakt niet uit dus hoeveel steken dat je opzet als je maar aan die 56 komt. Maar doordat ik wil dat hij een beetje meerekt, pak ik geen 56 centimeter, maar ik haal het 3 centimeter af. Dus van 56 haal ik 3 centimeter af en dan moet ik op 53 centimeter komen. En ik doe elke keer 1, 2, 1, 2, 1, 2, totdat ik op 53 centimeter kom. En dan zie ik je zo weer terug. En ik ben nu op 53 centimeter uitgekomen en ik heb de steken nog niet echt geteld, maar dat is ook niet belangrijk, want je moet gewoon echt je hoofdomtrek meten en daar haal je er 1, 2, 3 centimeter van af. Dan ga je die ketting die je gemaakt hebt, die ga je sluiten. Dus je pakt het begin en je zorgt dat hij niet draait, dus dat is altijd een beetje een dingetje dat je zorg dat hij goed plat ligt en dan ga je op het uiteinde de eerste steek daar ga je hem mee vastzetten. En dan pak je weer je draad op. En dan sluit je je lussen met een halve vaste en dat betekent door 2 lusjes gaan. Zie je, dan heb je hier zo'n ronde zodat je je muts kan gaan maken. Dan begin je met even goed gaan zitten. 3 lossen te maken. 1, 2, 3. En dan ga je in elke steek, en dat is een beetje altijd ja hoe je het gewend bent hoor, ik probeer altijd 2 lusjes te pakken, daar ga je dus stokjes op zetten en je hoeft eigenlijk niet meer te tellen, je slaat om en je probeert 2 lusjes te pakken en je gaat stokjes maken, je slaat om, je pakt 2 lusjes en je gaat een stokje maken. Zie je hoe het eruit komt te zien zo? Kijk, en dan ga je helemaal rond tot hier in het begin en dan zie ik je weer terug. En dan gaan we reliëfstokjes maken. Tot zo. We zijn op het einde van de eerste toer en we sluiten de toer 1, 2. We kunnen die bovenste, die derde pakken, maar ik vind altijd dan is de opening vrij groot. Dus ik pak deze steek van het eerste stokje. Deze steek pak ik. En dan sla ik om en haal mijn draad door 2 lussen. Je kan de afspeelsnelheid altijd langzamer zetten. Hier rechts bovenin staan puntjes. Dan kan je de afspeelsnelheid langzamer zetten. Dan gaan we aan de tweede toer beginnen en dan pakken we 3 lossen. Dit telt mee eigenlijk als stokje, maar omdat je toch in het rond haakt, ga je iedere keer de nieuwe toer met 3 lossen beginnen. En nu gaan we de boordsteek maken. En ik wil de boordsteek graag maken met 1 stokje aan de voorkant en dan steek ik hier achter het stokje in zodat het stokje aan de voorkant komt. Kijk, normaal als jij een stokje maakt dan maak je een stokje in een steek, maar nu ga je een stokje aan de voorkant, een reliëf stokje maken, een boordsteek echt, en nu ga je een stokje aan de achterkant maken. Dus je steekt hier in, je duwt je stokje naar achteren, je haalt je draad op
en je gaat een stokje afmaken. En dan ga je er weer een aan de voorkant maken. En dan ga je er weer een aan de achterkant maken. Oh, ik steek niet goed in. Moment. Achterkant. Je steekt dus. Je duwt je stokje echt naar achteren en dan haal je je draad op. En dan ga je je stokje afmaken door 2. Door 2. Omslaan. Een reliëfstokje aan de voorkant. Een reliëfstokje aan de achterkant. 1 aan de voorkant. En 1 aan de achterkant. En zo ga je de hele boordsteek maken. En op het eind hier, dan zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van de tweede toer. En ik zie dat ik hier nog 1 stokje aan de achterkant moet maken. En dan kunnen we de toer sluiten. En die sluit ik weer in die steek hierboven. Daar sluit ik de toer. Ik sla om. En ik haal door 2 lussen. Zie je dat die dan mooi dicht blijft? Dan ga ik weer 1, 2, 3 lossen maken. En dan ga ik weer op het voorste stokje of het voorste reliëfstokje aan de voorkant weer eenzelfde voorste reliëfstokje maken. En aan die achterkant weer een achterste reliëfstokje. En zo wissel ik elke keer om een voorste reliëfstokje en een achterste reliëfstokje. Kijk, het hoeft allemaal niet zo snel, hè? Als je het leert, dan betekent dat je het nog onder de knie moet krijgen. Heb je het onder de knie, ja, dan hoef je niet meer te kijken. Nu denk je van, ah, dit kan ik niet, maar je moet gewoon een beetje oefenen en niet, het is gewoon insteken. Een keer aan de achterkant, zie je dan wat ik doe? Aan de achterkant, dan duw ik het stokje naar achteren en ik haal mijn draad op en ik maak mijn stokje af. Dan een keer aan de voorkant, dan duw ik weer, zie je wat ik doe? Mijn stokje naar de voorkant, ik haal mijn draad op en ik maak mijn stokje af. En dan krijg je een leuke boordsteek en zie je dat dit dan ook gewoon, ja, hoe lang wil jij hem maken, die boordsteek? En ik wil hem nu, ja, toch wel breed hebben, centimetertje of 6. Ja, een centimeter of 6 ga ik hem maken, maar je kan natuurlijk zeggen ik wil maar een klein randje, wat je wil. En dan zie ik je bij 6 centimeter weer terug. Als het goed is, heb je nu de ribbelboord verder geaakt tot 6 centimeter. Ja, ik heb nog iets meer hoor, 7 centimeter. Maar dat is wat je zelf mooi vindt. En ik heb ook het patroon uitgeschreven. Dus als je zoekt op Baggy Head, dan kun je ook het patroon bestellen waar een diagram bij zit. Maar we gaan nu dus de structuur erin brengen. Kijk, en als je ziet, hè, ik zal eventjes de camera goed hoog zetten, dat je de structuur hebt van 3 reliëfstokjes aan de voorkant en 2 aan de achterkant. En dan ga je zo weer iedere keer verder met 3, 2, 3, 2. Dus 3 aan de voorkant, 2 aan de achterkant. En om dit zo mooi mogelijk te laten lopen, gaan we het elke keer laten verspringen. Maar ik leg het zo goed mogelijk uit, dus ik probeer even de camera weer goed te zetten, zodat we, kijk, het patroon kan je gewoon bestellen. Ik zal hier onder de link zetten waar dat je naartoe kan mailen. En we beginnen dus vanaf de boord. Beginnen we dus met 3 lossen. 1, 2, 3. En dan gaan we de reliëfstokjes maken. En de reliëfstokjes die pakken we gewoon weer van die boordsteek, pakken we aan de voorkant. En nu gaan we er 3 maken. 3 aan de voorkant. 1.
2. En 3. En dan gaan we de 2 aan de achterkant zetten. Eén, twee, en dan gaan we er weer 3 aan de voorkant zetten. 1, 2, 2, 3. En weer 2 aan de achterkant. Ik zal er even meedoen. De achterkant steek je. En je duwt het stokje naar achteren. 1. 2. En deze toer herhaal je tot je weer bij het begin bent. En dan zie ik hier weer terug. Je kan natuurlijk ook nog een steekmarkeerder erin zetten. Zodat je ziet waar jouw toer weer begint en eindigt. Dus de eerste toer is 3 relief stokjes aan de voorkant en 2 aan de achterkant, 3 aan de voorkant en 2 aan de achterkant. En dan zie ik je zo weer terug. En als je nu op het einde bent van de toer met 3 relief stokjes voor en 2 achter, dan zie ik dat je, kijk, ik heb er hier 3, 2, 1 en dan gaan we er nog 1 aan de voorkant zetten. Omdat ik zo uitkom en ik heb hier de steekmarkeerder, die haal ik er even uit, zie je, en dit middelste, die 3 losse, die hou je gewoon als begin en je sluit de toer hier in deze steek, dus 1, 2, 3 en dan pak ik toch tot die steek hier en dan sluit ik hem met een halve vaste, dus dan is de toer gesloten en dan gaan we deze 3 die laten we iedere keer verspringen, maar dan doen we eerst 3 lossen om weer omhoog te werken en omdat we hier 3 aan de voorkant hebben gaan we nu 1 aan de achterkant zetten, dus we zetten hem aan de achterkant en dan gaan we weer 3 aan de voorkant, 2 aan de achterkant, 3 aan de voorkant, dus we doen nu 3 aan de voorkant, 1 2 3 en we zetten er 2 aan de achterkant, zie je, en dan nemen we deze ook mee, dus deze zit al achter en dit is de voorste, die wordt ook achter, dus dit wordt 1 2 naar achteren en dan weer 3 aan de voorkant, 1 2 3 dus het is ook elke keer 3 aan de voorkant, 2 aan de achterkant, maar in het begin zorg je dat hij verspringt en dan laat ik eventjes hier de hoed zien, wit, ja, hier zie je het ook wel op, zie je dat je het elke keer met de voorste laat je hem gewoon eentje verder en 2 naar achteren, 3 aan de voorkant, 2 naar achteren, 3 aan de voorkant en zo ga je verder en dan pak ik even centimeter erbij, ik leg deze even erop, wacht, ik leg de, zie je, als ik dit erop leg en dan ga ik even kijken hoeveel centimeter, want deze muts die past mij natuurlijk. Het is altijd fijn als je eenmaal een muts hebt die past, pak dan gewoon die muts erbij die past en dan gaan we meten hoe ver dat we nu nog moeten en vanaf de onderkant tot aan het minderen, voordat we gaan minderen, ja, 22 centimeter, maar wil jij hem nu niet zo lang uit laten steken, ja, dan pak je 20 centimeter, maar ik begin, ik ga minderen met 22 centimeter en dat betekent dat je dus heel de tijd
die 3 reliëfstokjes aan de voorkant en 2 aan de achterkant, kan vervolgen totdat je een totaal lengte hebt van 22 centimeter. En dan, ja, dan zie ik je weer terug bij 22 centimeter en dan gaan we minderen. Dus 3 aan de voorkant, 2 aan de achterkant en iedere keer eentje opschuiven. Kijk, ik zal dit voorbeeld er nog bij pakken. Hoe leuk dat dit resultaat wordt. 22 centimeter en dan zie ik je weer terug. Zoals je ziet heb ik doorgehaakt tot 22 centimeter. En dat heb ik gemeten vanaf de onderkant. Dus ik heb een boord van ongeveer 6-7 centimeter. En dan ga je door tot 22 centimeter met die leuke steek en kijk hoe mooi is dit resultaat. Je ziet gewoon dat die 3 stokjes, die 3 relief stokjes zo mooi iedere keer een plaatsje opschuiven. En je ziet hier die boord, dat is gewoon 1 relief stokje voor en 1 achter. En dan ga je aan het patroon beginnen. Nou, 22 centimeter en dan beginnen we nu weer aan het minderen. Met minderen, en ik zal trouwens nog even laten zien hoeveel wol ik nog heb. Ik heb nog steeds dit bolletje. Ik heb nog niet gemeten, want je kan natuurlijk altijd een bol ook wegen. Dit is een bol van 100 gram. Dus ja, dan zie je een beetje nog hoeveel garen dat je nog over hebt. Maar ik heb nog genoeg over om weer te gaan minderen. Dan beginnen we de toer weer met 3 lossen en dit wordt de toer met minderen. En je ziet dat ik hier 3 reliëfstokjes heb en nu gaan we dus 1 aan de achterkant zetten. Dit is nog gewoon het gewone patroontje wat je volgt en weer 3 aan de voorkant. Dit volg je gewoon. Dit is de derde. En dan gaan we minderen na 22 centimeter met deze slaan we over. Dus we slaan de eerste achterste reliëfstokje voor die 3. Die slaan we over en we zetten een achterste in het eerste voorste reliëfstokje. En dan gaan we weer 3 reliëfstokjes aan de voorkant maken. 1 2 3 en dan zie je dat je weer hier 1 reliëfstokje aan de achterkant hebt. Die sla je over en je begint aan je achterste reliëfstokje bij het eerste voorste reliëfstokje. En dat is dus je mindering. En nu ga je weer 3 reliëfstokjes maken. En deze sla je dan weer over en hier zet je 1 achterste en je gaat er weer 3 reliëfstokjes maken aan de voorkant. Zo maak je de hele toer af en op het eind hier dan zie ik je weer terug en dan gaan we nog een mindering maken. Als je op het einde bent van de toer van de mindering, dan sluit je de toer weer in die bovenste opening met een halve vaste. En nu gaan we aan de tweede mindering beginnen. Dan pakken we weer 3 lossen. 1, 2, 3. En nu gaan we minderen met, we pakken alleen nog, even nadenken. Ja, we gaan alleen nog voorste reliëfstokjes maken. En de voorste reliëfstokjes en we slaan dus de achterste over. En dan proberen we de voorste reliëfstokjes, die zetten we weer gewoon op de voorste reliëfstokjes. Dus we laten het nu niet meer verspringen. Dus dit is een achterste en dit zijn 3 voorste. En nu pakken we alleen dus de 3 voorste reliëfstokjes. 2 3
even wat draad pakken. En nu slaan we dus die achterste, die slaan we over en we pakken weer de 3 voorste reliëfstokjes. Dit is de tweede mindering. De tweede mindering houdt dus in dat je alleen nog voorste reliëfstokjes gaat maken. Je slaat deze over en je pakt weer de voorste reliëfstokjes. Het is wel makkelijk hoor, als je reliëfstokjes eenmaal door hebt, dan haakt het eigenlijk nog makkelijker, vind ik, dan omdat je de in de steek steekt. Nee, je steekt niet in de steek, maar je pakt gewoon iedere keer het stokje op en dan maak je een stokje op. En zeker de voorste reliëfstokjes hoor, ik moet zeggen, die vind ik ook iets makkelijker. En deze toer, ja, dit is natuurlijk makkelijk, want je slaat deze over en je pakt de volgende. Ja, het gaat zo makkelijk dat ik het misschien te snel doe. Deze sla je over en de 3 reliëfstokjes die haak je weer gewoon als voorste reliëfstokje. Snelheid is niet belangrijk. Het is belangrijker dat het, ja, dat je het begrijpt, dat je de techniek, deze sla je over, dat je de techniek begrijpt. En het is ook, het heeft ook, het is ook niet belangrijk wanneer het af is. Als je maar gewoon lekker voor de tv erbij kan zitten, ook heel belangrijk. Deze sla je over. En nou, ik kan wel een eindje meehaken hoor, maar dat doe ik ook even trouwens. Deze sla je over en je pakt weer je 3 reliëfstokjes op. Dit is je mindering, dit is je tweede mindering van de baggy hat. Dat betekent een beetje de rommelige hoed, rommelige muts. Deze sla je weer over en je pakt weer je relief. Kijk, ik doe ook de draad flink over het stokje heen. Zie je, als je insteekt, dan pak ik ook echt even die draad over het stokje heen. Deze sla je over. Nou, ik maak de toer zo af en dan zie ik je op het einde terug en dan gaan we aan de derde en de laatste mindering beginnen. En dan zie ik je zo weer terug. En we zijn nu op het einde van de toer met de mindering. Dus we sluiten de toer weer bovenaan met een halve vaste. Ik leg eventjes de muts zo dat je het nog goed kan zien. Dan gaan we aan de derde en de laatste mindering beginnen met 3 lossen. Kijk, en je ziet al dat het steeds kleiner wordt, hè? De omvang. En omdat je hier heel de tijd 3 stokjes, 3 reliëfstokjes aan de voorkant gedaan hebt, gaan we nu minderen. En dat betekent dat we de derde elke keer overslaan. Dus we slaan deze over. We slaan deze over en we pakken dus nu bij de derde toer van de mindering alleen de eerste 2 reliëfstokjes. En die derde, die slaan we nu over. Dus we hebben er nu 2 gedaan. Deze slaan we over en dan gaan we weer 2. Zie je dan hoe dat je bovenkant wordt gewoon echt kleiner? En dan is dit je mindering. Deze slaan we over en we pakken weer 2 reliëfstokjes. En dit is je laatste mindering. En dan zijn we al bijna klaar. Maar goed, ik zie op het einde hier
zie ik je weer terug. En dan pakken we de schaar en een stopnaald. En dan gaan we de baggy head gaan we dan sluiten. Dus ik zie je zo weer terug. We zijn nu op het einde van de toer met de twee reliëfstokjes aan de voorkant, dus de derde toer van de mindering. We sluiten de toer met een halve vaste. Je pakt je schaar. Ja, ik heb nog een flink hoor. En ik knip even een flink stuk garen af. Zo. En je trekt je draad door. En dan til ik heel eventjes de camera op, zodat je ziet. Zie je hoe de muts nu is? En nu gaan we met een stopnaald hier, met dit draadje, deze, daar gaan we de muts mee sluiten. Dus ik zet even de camera weer neer. Pak je stopnaald. En ik heb best wel een lang draadje aangehouden hoor, maar dat is gewoon omdat ik dat altijd makkelijk vind. Ik hou niet van korte draadjes om af te knippen. Ik knip liever af als het helemaal afgewerkt is. Dus je hebt je stopnaald. Ik draai even de muts naar me toe. Of de opening. Even alles opzij. En dan ga ik nu even nog een keer de muts zo neerleggen. Nu ga ik deze draad ga ik helemaal door die openingen zetten, maar ik pak wel even tussen de stokjes door, ga ik die stopnaald voor, achter, voor, achter. En dat doe ik zo tussen de stokjes door. Ik zit even te kijken, ik moet eigenlijk nog even het resultaat kijken, maar ik zit al te denken, nee, ik ga het toch anders doen. Ik ga de muts even omdraaien. Dat kan wel eens, hè, dat je je bedenkt en dan denk je, nee, ik ga het toch even anders doen. Kijk, dit is de binnenkant van de muts. En dan ga ik nu met de stopnaald. Ja, dit is beter. Nu ga ik iedere keer. Ik pak met de steken, ja, ik ga de steken pakken en daar ga ik van voor naar achter, van voor naar achter en ik pak gewoon de steken en dan trek ik door en dan ga ik weer hier, ik weet niet of je het goed kan zien, een steek pakken aan de achterkant naar voren, van achter naar voren en zo ga ik dadelijk de muts sluiten en dan weer van voor naar achter, van voor naar achter en weer van voor naar achter en dan kan je al een beetje aan je draad trekken. Maar we zijn nog niet bij het begin, dus nog even afmaken. Voor, achter, voor, achter, voor. En dan zijn we nu, als het goed is, even kijken, dan zie je, ja, ik trek het al aan. Zie je dat die al heel mooi sluit, de bovenkant? Ik heb hem hier dus nog wat losser, maar goed aantrekken. Dan heb je een hele mooie bovenkant en nu ga ik deze bovenkant even goed aantrekken, je draad goed aantrekken. Nu ga ik pak gewoon ergens een lusje op hoor en dan ga ik goed even die draad afwerken zodat het lekker stevig vast zit en ik pak gewoon ergens nu een lusje en ik probeer zo netjes mogelijk die opening te sluiten. Zo, zie je, ik doe gewoon een soort afwerking en dan ga ik nu
wel de draad erdoor, of de haak of de stopnaald erdoor en een paar knoopjes leggen, stopnaald door de lus en nog een keer stopnaald door de lus, en dan ga ik de draad nog wegwerken, gewoon een paar lusjes pakken, dat maakt niet uit, dit is voor de afwerking. Zo, en dan pak je je schaar, je knipt af en je werkt nog het onderste draadje af en dan is je muts klaar. Ik draai hem even naar de goede kant. Oh ja, hij is echt leuk geworden. Het is een echte leuke, zie je hoe mooi dat dit afgewerkt is aan de bovenkant en hoe leuk dat hij geminderd heeft. Ja, het is een echte leuke baggy muts geworden. Nou, ik zou zeggen veel plezier met het dragen van deze muts en graag duimpjes omhoog, hierop abonneren, op mijn foto klikken en dan zie ik je bij de volgende video, zie ik je graag weer terug. Tot ziens!